Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vandaag ga ik een handletter en doodle with me video doen. Ik heb ooit al eens eerder een video over handlettering gedaan en dat ging echt over de basics en over wat handlettering precies is en over verschillende technieken en welke materialen je nodig hebt. En ik kon merken dat jullie die video heel erg leuk vonden om te zien en ik krijg ook best wel vaak vragen of ik weer eens een handletter video wil maken. Dus bij deze, eindelijk, een jaar later ongeveer, is er weer eentje. Mocht je mijn vorige video over handlettering nou niet hebben gezien en je bent een beetje nieuw met dit onderwerp en je wil wat meer leren over de basics en verschillende technieken, etc., dan raad ik je aan om eerst dus mijn vorige video over handlettering te kijken. Die staat hieronder gelinkt in de beschrijving. In deze video ga ik 2 verschillende exemplaren maken, allebei met het thema lente. Dat leek me wel heel erg leuk. En toen dacht ik, misschien kan ik wel ieder seizoen zo'n soort video doen. Als jullie het echt leuk vinden om te zien in ieder geval. Maar ja, dat zie ik natuurlijk aan hoe vaak deze video is bekeken en aan hoeveel duimpjes die heeft en zo. Dus mocht je het leuk vinden, doe dan vooral een duimpje omhoog, dan komt er in de zomer weer in. Voordat we gaan beginnen wilde ik nog even zeggen dat ik het heel erg leuk zou vinden als je je abonneert op mijn YouTube kanaal. Daar zou je mij heel erg mee helpen en zo blijf jij altijd op de hoogte van al mijn nieuwe video's. Oké, let's go! Laten we gaan kijken naar het eerste ontwerp. En eigenlijk altijd als ik ga handletteren, dan begin ik met mijn potlood en mijn gum. Want ik vind het heel erg moeilijk om van tevoren te bepalen waar alle woorden moeten komen. En hoe de letters precies uitkomen, et cetera. Dus je ziet me ook een heleboel gummen tussendoor. Dat vind ik gewoon super fijn, want dan ja, heb ik het niet in één keer verpest als ik met inkt een foutje maak. En als ik dan eenmaal tevreden ben met mijn schets, dan trek ik het simpelweg over met een fineliner. Dat zie je me hier ook doen. Ik gebruik de Pigma Micron PM pen, echt mijn favoriet op het moment. En wat ik bij handlettering leuk vind is om gebruik te maken van verschillende lettertypes en lettergroottes. Dus het woord smile heb ik in hoofdletters gedaan. En die heb ik in een soort van 2D vorm gemaakt met een rondjespatroon erin om het nog wat extra detail te geven. En ik heb het woord in een banner gezet en dat is ook iets dat je vaak voorbij ziet komen bij handlettering. De quote waar ik voor ben gegaan is trouwens smile it's spring. Wat betekent lachen, want het is lente. Het woordje it's heb ik in kleine blokletters geschreven en die heb ik ook een beetje 2D gemaakt. Niet helemaal tevreden over dat woord, hoe het uiteindelijk is geworden, maar goed. En daarna schreef ik in sierlijke letters het woord spring. En het leek me leuk om voor de faux calligraphy techniek te gaan, waarbij je alle lijnen die naar beneden gaan dubbel maakt en die vervolgens zwart inkleurt. Waardoor het lijkt alsof je dus met zo'n echte calligraphy pen hebt geschreven. En toen dacht ik, nee, ik ga een keer wat anders doen. En toen heb ik eigenlijk alle lijnen die naar beneden gaan een keer of 4 dubbel geschreven, waardoor de lijnen ook een beetje door elkaar liepen. En dat vond ik echt een heel leuk speels effect. Ik hoop dat jullie iets van mijn uitleg begrijpen. En daarna pakte ik weer mijn potlood erbij en ben ik gaan doodelen. En ook dit vind ik lastig om in één keer met inkt te doen. Dus vandaar dat je me eerst weer een schets ziet maken met potlood. En ik wilde gewoon een paar bloemetjes maken en een beetje plantjes tussendoor. Want ja, bij de lente horen natuurlijk bloemetjes en plantjes. En zoals jullie weten vind ik het ook gewoon heel erg leuk om bloemetjes te tekenen. Dus dat heb ik hier ook lekker gedaan. Om het wat speelser en wat rommeliger te maken heb ik allerlei verschillende soorten bloemen gemaakt. En heb ik ook de bloemetjes een beetje door elkaar getekend. Door de steeltjes een beetje in elkaar te verwerken. En wat blaadjes erbij te maken en dergelijke. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk zo. En bij het woord spring was het ook nog ietsje te kaal voor mijn gevoel. Dus daar heb ik een lijn gemaakt met allerlei madeliefjes eraan. En daarna pakte ik weer mijn fineliner en heb ik eigenlijk alles heel simpel overgetrokken. En door dit soort doodles toe te voegen aan je handlettering tekst, komt het veel meer tot leven en wordt het echt jouw eigen unieke ontwerp. Sommige bloemen heb ik uiteindelijk ietsje anders gemaakt, zoals je bij deze ziet. Ik vond hem toch niet zo goed passen bij de andere bloemen, dus hier heb ik ook een soort van, ja, wat zal het zijn, margriet of iets gemaakt. Ik ben niet zo thuis in de bloemenwereld in de zin van dat ik alle soorten kan benoemen, et cetera. Hier kun je gewoon lekker je eigen ding doen, een beetje experimenteren. Je zou de bloemen ook kunnen inkleuren. Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen in dit geval, maar voel je vrij om het wel te doen mocht je hem gaan namaken.
Ik heb de banner daarna ook nog even wat meer detail gegeven door er wat krasjes in te maken. En vervolgens heb ik de lijn onder het woord spring overgetrokken met mijn fineliner. En heb ik de bloemetjes op andere plekken gemaakt dan ik ze met potlood had getekend. Maar het komt op hetzelfde neer. En dat is dan het eerste ontwerp geworden. Gaan we door naar het tweede ontwerp. En daarvoor heb ik ook weer eerst met potlood een schets gemaakt. Maar het leek me een beetje onnodig om twee keer helemaal dat proces te laten zien. Dus hier heb ik dat even geskipt. En zie je meteen hoe ik aan de slag ga met mijn brushpen in dit geval. Dit is geen fineliner, maar dit is echt een pen waarmee je dus kunt kalligraferen in principe. Dat wil zeggen dus dat je hiermee hele dikke en dunne lijnen kunt maken. En ik heb geprobeerd om de lijnen die naar beneden te gaan dikker te maken dan de lijnen die omhoog gaan. Maar voor mijn gevoel is dat lastig voor mij omdat ik links ben. Ik heb geen idee of dat er iets mee te maken heeft. Maar ja, door de manier waarop ik mijn pen op het papier hou, de stand daarvan, is dat voor mij altijd heel lastig. Maar goed, uiteindelijk is het wel gelukt. En op dit ontwerp ben ik voor de quote April showers bring May flowers gegaan. En dat betekent, een soort van plat vertaald in het Nederlands, de regen van april zorgt ervoor dat er in mei bloemetjes groeien. Zoiets. In het Engels klinkt het zoveel mooier, jongens. Hier bij de B maakte ik een foutje waar ik heel erg van baalde. Maar ja, dat is nou helemaal zo. En daar kan ik verder ook weinig aan doen. Maar door een heleboel eromheen te tekenen, viel het hopelijk niet heel erg meer op. Ook voor dit ontwerp ben ik weer voor verschillende lettertypes en stijlen gegaan. De woordjes showers, bring en may heb ik in hoofdletters gedaan. Alleen de woorden bring en may heb ik ook nog voorzien van een dubbele lijn naar beneden. Die ik vervolgens heb ingevuld met een soort streepjespatroon. En voor het woord flowers pakte ik weer mijn brushpen erbij. En ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk dat de woorden April en flowers uiteindelijk veel dikker zijn geworden dan de andere woorden van de quote. Ja, dat brengt het allemaal wat meer tot leven en maakt het ook weer extra uniek voor mijn gevoel. Mijn brushpen is helaas een beetje aan het opgaan. Dus je ziet ook dat hij niet alle lijnen helemaal in één keer mooi pakt. Dus daardoor heb ik sommige stukjes nog even opnieuw overgetrokken met mijn brushpen. Om ervoor te zorgen dat het wel echt intens zwart is. En voor alle doodles pakte ik weer gewoon mijn normale fineliner. En je ziet hier dat ik boven het woordje April een paar regendruppels heb gemaakt. Leek me wel toepasselijk. En ik maakte ook een parapluutje. En ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk wat ik had bedacht. Dat de paraplu vast zit aan het woordje April. Doordat het steeltje van de paraplu de letter L is. Dus schouderklopje voor mezelf voor dit goede idee. En daarna maakte ik nog een gieter die nog wat bloemetjes water gaf. En toen kwam ik erachter dat ik bij de G vergeten ben om het streepjespatroon te maken. Dus dat deed ik ook nog even snel. Ik had ook nog een vlindertje gedoodeld. Dat hoort natuurlijk ook helemaal bij de lente. En onderaan de bladzijde nog een vliegend bijtje. En daarna gumde ik alle potloodlijntjes uit en was ook dit ontwerp af. En ik moet zeggen dat ik echt heel erg tevreden ben over hoe deze is geworden. Dit is ook mijn favoriet van de twee, moet ik eerlijk zeggen. En dat was hem dan, deze handlettering video en doodle video. Ik hoop dat je dit leuk vond. Laat zeker even in de reacties achter of je er iets aan hebt gehad. Welke van de twee je mooier vindt geworden. En misschien wel of jij ook into handlettering bent en zo. Als je de video nou leuk vond, geef hem dan zeker even een duimpje omhoog. En ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt. Bedankt voor het kijken. Doei!